Jansen! Jansen Steenlaar. Woehoe! Vond ik wel? Nee, dat wordt het niet. Even overnieuw. Zo loop ik heel vaak te kutten. Dan ben ik wat aan het vertellen en denk ik, nee, dat is niet goed. Overnieuw. Hallo! En leuk dat jullie weer kijken naar mij. En wie ben ik dan? Ik ben Johan. En het kanaal op YouTube waar ik op acteer heet Onderweg met Johan. En leuk dat jullie weer kijken. Vandaag gaan wij platen laden. Platen laden. Betonplaten laden. Platen laden. En hoe? Weet je nou welke plaat je laden moet? Die, of die, of die, of die, of die, of die. Nou, ik noem die dingen noem ik altijd stelkonplaten. Maar dat is niet helemaal waar, want Stelkon is een merk. En je hebt meerdere fabrieken die hun eigen platen maken. En die hebben zo hun eigen naam. Alleen ik scheer alle betonplaten onder de naam Stelkon. Ik vind dat gewoon makkelijk. Een plaat voor mij, een betonplaat, is een stelkonplaat. Stelkonplaat, stelkonplaat. Maar goed, net wat ik zeg, iedere fabriek heeft zijn eigen naam. En dit noemen ze een X-plaat. Het perfecte plaatje. En hoe weet je nou welke plaat je laden moet? Nou, als wij in gaan wegen, dan krijgen we een bon. En op de bon staat een nummer. Elke plaat heeft zijn eigen nummer. En je hebt meerdere diktes van platen, 14 dik, 16 dik. Wij moeten vandaag 16 dik laaien, dus dan loop je naar de plaat toe, controleer je even het nummer van de bon met het nummer van het stickertje wat op de plaat staat. En zo kan je zien welke plaat je mag laaien. Dus zo moeilijk is dat helemaal niet, alleen je moet wel goed even het nummertje controleren. Want anders neem je maar zo de verkeerde spullen mee, of de verkeerde stenen. Hè? Zie je vorige video. Kijk, deze zijn dan voor de snelle mannen. Die komen zo aanrijden en dan kan je de auto kunnen die zo ernaast zetten. Kunnen hem vol bonken en dan kunnen ze weer gauw weg. En voor mij hebben ze dat gat verzonnen. Ja, dan ga ik me gelijk al een beetje indekken. Want er zijn natuurlijk chauffeurs die dit elke dag doen. Die doen niet anders. En die zijn veel beter en veel sneller als ik. Dan ik. Is dat wel zo? Nou, weet je, er is geen goed of fout, maar sommigen zijn gewoon wat behendiger erin en die zijn daardoor wat sneller. En dat is allemaal prima. Maar ik vind het gewoon leuk om te laten zien voor mensen die kijken naar deze video, die niet goed weten hoe het is of hoe dat werkt met platen laden lossen, om te laten zien hoe dat een beetje in zijn werking gaat. Niks meer, niks minder. Als eerste gebruiken wij... Ik zie wat moois rijden. Als eerste gebruiken wij dus de hulpstukken. Je hebt ook 4 punten. En dan zul je zien als ik ze zo pak. Dat zorgt ervoor dat die, ik heb dat wel eens eerder uitgelegd in een andere video. Maar dat zorgt er dan voor dat de hulpstukken op de plaat blijven liggen. Dat je hem niet te diep pakt. Dat je hem te diep pakt, dan knijp je de randen kapot met de klem. Kijk, het is wel leuk om te vertellen. Je ziet dat overal tussen de stenen, nee, tussen de platen. Overal liggen de stenen, 3, in een driehoekje. En dat heeft Karel Henke mij vroeger al eens een keer uitgelegd. Dat je een driehoekje moet maken en dan stapelen. Als je 4 stenen doet, een vierkantje, je zou zeggen dan ligt het veel steviger, hè? Maar dan gaan ze breken op een of andere manier. Vraag me niet waarom, ik heb echt geen idee. Dat is me gewoon altijd geleerd, bijgebleven, een driehoekje maken. Deze zijn 16 dik, deze staan 13 hoog. Maar je hebt fabrieken of dunnere platen, zoals die, die staan nog hoger. Maar op sommige fabrieken staan ze wel 20 hoog. Nou, kijk. En doordat er dus stenen tussen zitten, ga je wel de hoogte in. Een plaat, een vloerplaat koud op de bak leggen, dat is niet verstandig. Want een trailer tordeert altijd. En dan heb je kans dat de stukken afbreken of dat die scheurt. Dat moeten we niet hebben. Dus daarom leggen we de stenen onder. Waar je de stenen onder legt, word je wel hoog. Dan kom je te veel hoog boven de luiken. Er zijn wel meer die hebben, ik heb dat afgekeken bij een ander. Ik heb rubbertjes.
Ik heb er 2 op elkaar gedaan. Die zou er ook 1 kunnen doen. Maar als je er 1 doet, zak het iets in. Zit je nog best wel dicht bij de bak. Ik heb er 2. Kijk. Beduidend kleiner als een steen. Dus doordat ik die rubbertjes gebruik, ben ik minder hoog. Kan ik er 5 op elkaar stapelen. En kom ik net niet boven de luik uit. Leuk hè? Plus, ik kan ze gewoon al helemaal neerleggen op de bak. En dan hoef ik niet elke keer, als ik 1 stapeltje heb gemaakt of 2, moet ik elke keer de bak af om weer andere erop te leggen. Handig hè? Kijk je uit de lak? Wel voorzichtig hè? Dan rij je toch even omheen. Hè? Er altijd eerst strak tegenaan. Doe ik hem een klein stukje terug, zodat de ruimte tussen zit. Kun je zo'n draaien niet beschadigen als het heen en weer loopt te rammelen. Stenen er even af. Zo, dan halen we alle stenen er even af. Hier liggen ze beneden de luiken. Niet meer te gaan last van. Ik moest er 23 laaien, dus ik heb er 3 keer 5, 2 keer 4. Het gewicht van deze auto is al heel mooi verdeeld. Dan zet ik de kraan even met de pin in de bak vast. En dan vouwen we de kraan op en dan kunnen we verder. Waarom zetten we de kraan vast in de bak? Normaal als je een pak stenen hebt, dan doe je de klem om de pak stenen heen en dan staat die kraan ook wel vast. Nu staat die kraan natuurlijk hartstikke los. Dus dan doen we de pen in de vloer en dan staat die ook vast. Er is daar eentje met een zuignap aan het laaien. Gaan we eens even vragen of we dat mogen laten zien. Misschien wel leuk. Hey! Mag ik vragen? Ik ben vandaag een beetje aan het filmen hoe ik plaat aan het laaien ben, zeg maar. Maar ik wil even laten zien hoe dat gaat met de zuignap. Vind je dat goed? Ja? Dat is leuk voor de bij. Het verschil tussen klem en... Let niet op mij. Ze let niet op mij. Ja.
Kijk, het is leuk om te laten zien. Wij laaien dus altijd met een klem. Omdat we gewoon zo'n keer een vrachtje tussendoor doen. Dus deze mannen die doen eigenlijk niks anders dan platen rijden. Dus die hebben een zuigkracht. Dat gaat veel beduidelijker voorstellen. Kijk, je ziet het, hè, waar ik aan het zoeken ben met de klem, of ik hem helemaal wel goed heb, kwam hun eraan, hup, zuigt dat ding vast, en door! Nou, dat gaat als een jekkel, joh. Mooi is dat, hè? Kijk, daar staat scheutel op te prutsen. Ze waren ook weer vol gepuzzeld. Hey, bedankt, hè! Bedankt, hè! Sportief, ik had even gevraagd of hij het goed vond dat ik filmde. Nou, is goed bezig. Mooi. Maar die van Rijksen, die vond het wel goed. Ik leg het even uit, denk ik misschien wel leuk om te laten zien, hè? Het verschil tussen een klem en een zuignap. Hij zei, ja, is goed, joh, doe maar. Misschien ook wel leuk om te vertellen en te laten zien. Ik was hier pas geleden een keer 's ochtends. En het was donker. En ik moest al op een ander plekje laaien. Maar hier op een tas, er stonden al 5, 6, 7 auto's te laaien. Het was zo'n mooi gezicht, 's ochtends in het donker. Die kranen, en al die lichtjes. Ik heb er een paar foto's van genomen toen. Dus als het allemaal goed is gegaan, dan zie je ze nu. Terwijl het ondertussen weer lekker Hollands weer is geworden, zijn wij bijna in Badhoevedorp gearriveerd. Alwaar wij onze betonplaten mogen gaan lossen. Badhoevedorp, dat ligt dicht tegen Schiphol aan. Dat is wel leuk, ik was daar vanmorgen ook al. En toen stonden we best wel dicht bij een start- en of landingsbaan. En ik zag de vliegtuigen daar mooi zo aankomen. Hey, dat kunnen we wel eens mooie beelden op gaan leveren. De grote bouwput langs de A9, afslag Alsmeer. Hier over de A9 heen. Gaat best stijl omhoog. Nou komt er gelukkig geen verkeer aan. Vanmorgen allemaal auto's. En hier gaat het wel. Oh, er komt een busje aan. Maar je ziet, het is best... Hij duikt gelijk aan de kant. Maar je ziet, het is best smal. Dat geeft niet. De A9. Richting Alkmaar. Richting Amsterdam. En nu duiken we weer naar beneden. Ohoho. 35% naar beneden. Oef, niet tegen te remmen, joh. Zo, ga eens aan de kant, joh, met je Tesla. Dat ging maar net, joh. Ik ben niet bang, maar die vent was ook zeker niet bang.
iets verderop aan de linkerkant, daar moeten we zijn. En er waren vanmorgen 3 mannen aan de gang. En ik zei tegen hun, ik maak regelmatig video's van mijn werk. Ik zeg, je hebt best kans dat ik zo terugkom dat ik ook aan het filmen ben. Vinden jullie dat oké? Okay? Ja, nee, daar hebben we geen problemen mee. En ja, sommigen gaan dan heel joviaal doen, hè? Of hoe zeg je dat? Een ander mooi woordje. Oh, en dan moet je dit filmen en dan moet je dat filmen. En hij vindt dat wel leuk als die erop komt. Reclame maken, et cetera. Word je zo enthousiast? Kijk, hier draaien we een bouwweg op. Die platen die wij hier gaan lossen, zijn gewoon bestemd voor een bouwweg. Kijk, hier komen... ik weet niet wat die komt. Hier is al wat uitgraven, gewoon een pand. Kan kantoren zijn, kan van alles zijn. Deze platen zijn ook allemaal al gebracht door collega's van mij. Vanmorgen stonden er hier heel veel. Dat hebben ze allemaal al weggelegd. Daar leggen ze weg met een shoveltje. Kijk, daar zijn ze aan de gang. Daar moet ik ook naartoe. Hij zei tegen mij, steek hem maar even deze kant op. Zei hij vanmorgen. En kom dan maar achteruit naar ons toe. Dus dat gaan we hem even doen. Kijk, dit is gewoon een bouwweg. Daar kunnen ze, daar kun je overheen rouwdouwen, ja, kunnen ze dan. Over de platen. Misschien komen er wel keten op te staan. Of dingen, zodat ze makkelijk bij die bouw komen. Ja. Pak je toch weer even mee, hè? Ik rij hem even achteruit. Hier houd ik mijn auto strak aan deze kant, niet te ver, dan zit ik ernaast. Dan kunnen we daar aan die kant, kunnen we ze neerzetten. Nou, hij staat dan nog met zijn shovel. Hij gaat ze dan verder leggen. Dichter erbij. Hoe makkelijker het voor hun is. Oh, oh, maar zit hij oké. Okay. Stop ermee. En ja. En ja. En ja. Alles even netjes opruimen weer. En dan vertelde ik straks dat we onder die platen, in plaats van deze rubbertjes, dat we daar stenen hadden. Maar dat klopt niet, dat is valse informatie. Want wij doen daar natuurlijk balkjes onder. Stenen die breken. Ik ben al met één hand aan het prutsen, dus ligt er niet netjes in. Doe ik later ook. Dat doe ik later op de dag wel even. Zo. Ik val niet mee om alles met één hand te doen, hè? Oh. Zo. Kijk, nu heb ik mooi alles gelost. En dan gaat hij met de zuignap, met de shoveltje. Gaat ze oppakken en gaat ze zelf leggen. Hier zit daar een motortje.
Ik kan hem zelf vastzuigen. Die zenuwachtig worden nou, hè? Er zijn niet zoveel mensen die kijken. Er zijn maar 100.000 mensen die de filmpje zien, hoor, meer niet. Nou, dan rijdt hij zo hier naartoe en dan staat deze beste meneer, die staat om erin te dirigeren zo meteen. We hebben een mooi weer bij meneer. Ja, dat heerlijk. Zo gaat dat. Even met zo'n stootijzer een beetje frikken om hem op zijn plek leggen. Maar wij doen dit ook, hè. Wij bij Henk hebben ook een zuignap en wij doen ook van die bouwwegen leggen of gewoon hele treinen vol leggen. Dan is er één auto van ons met zuignap, die staan te plekken en die legt al die platen neer. En dan ben ik met mijn collega's leveren al die platen bij die desbetreffende auto. En die staan de hele dag aan het leggen. Dat kunnen wij ook. En dan na een tijdje, als het weer allemaal opgeruimd moet worden, kunnen ze ons weer bellen, komen wij ze ophalen. Hebben wij weer bij Henke heel veel gebruikte tweede keusplaat staan. Dus als je dan weer een plaatje nodig hebt, Henk bellen, je hebt alles. Het is wel weer geniet hoor van dit Hollandse weer. Maar ik zie daarachter dus allemaal vliegtuigen rijden. Die zijn net allemaal geland. Of ze gaan, zijn dat taxi, want dat is opstijgen. Maar ik wou er even heen lopen om te laten zien, maar dat ga je niet. Kijk, het is allemaal modder, joh, dat ga je niet. Dus ik rij even een stukje de weg op die kant op. Misschien dat ik daar een beter plekje kan vinden. Nou had ik het net met die man over het filmen van die vliegtuigen. Maar toen zei hij, ja, je staat hier wel eigenlijk op het terrein van Schiphol. Dus eigenlijk moet het officieel aanvragen via Schiphol, heel gedoe. Ik zei, nou, we gaan helemaal niet moeilijk doen. Ik heb hem even op de openbare weg gezet. Zwaailampjes aan. Volgens mij maak ik hier gewoon filmen, is openbare weg. Maar hoe dichtbij kan je bij de vliegtuigen komen? Dat is gaaf. Hier komt er net eentje aan, die is geland. Die gaat daarheen. Als je net ziet, hè, net waren er echt heel veel vliegtuigen en nu sta ik hier, zie er maar één. Maar wel gaaf om van dichtbij zo'n ding te zien. Stijg erin op daar, hoor. Kijk, een spray. Ik denk dat de wind is gedraaid, want ze komen niet meer. Hier daar in de verte hoor ik wel een hoop lawaai van het opstijgen. Dus ik denk dat die kant nou... Hier komt de politiehelikopter al aan. Ik kom even checken wat ik aan het doen ben. Kijk, ze komen niet meer hier langs. Ze rijden daar in de verte. Daar rijdt er een, daar rijdt er een. Ze komen nou daar vandaan, dan gaan ze zo daarheen taxiën. Ze komen niet meer hier langs. Dat is jammer, hè? Ja, je moet er voor over, je moet er wat voor over hebben om mooie beelden te maken. Maar ja, zoals jullie zien, de intentie was er. Ja, ik heb al een paar vliegtuigen kunnen laten zien. Ik heb het idee dat ze aan de andere kant aan het opstarten zijn. Op stijgen zijn. Het kan niet lang duren. We gaan even wachten, want je hoort ze elke keer de motoren starten. En voordat ze gaan opstijgen. Een kabaal, jongen. Het is jammer dat je het vliegtuig niet kan zien, maar je kan het horen. Wacht even op. Ik weet niet of je het kunnen horen. In de verte hoor ik al wel het gezoem van het opstarten van die motoren. Kun je het horen? Oh.
weet niet, dat is zo jammer. Daarboven zit een helikopter te circuleren. Ja, ik zie hem wel gaan. Heel in de verte daar ook in de bomen. Ik zie hem daar wel gaan, hij komt zo wel omhoog. Gaat hij achter de auto, daar zit hij. Mooi hè, en daar zit de helikopter. Nou, wel jammer dat er nou geen vliegtuigen meer voorbij komen, maar het kan niet denk ik zo anders zijn. Het zal met de wind te maken hebben ofzo, of zo. Ze hebben even gezegd, daar langs de landingsbaan, daar staan een rood-witte vrachtwagen. Even negeren, levensgevaarlijke situatie, we gaan even anders. Nou, ik geloof niet dat ze Schiphol plat leggen omdat ik hier sta met de vrachtwagen. Dat geloof ik niet. Maar ja. Niks aan te doen. Weet je, ik denk dat we toch wel weer een leuke video hebben gemaakt zo. Ja, potverdikkies jongen. Ik word er ook steeds beter in, hè. Het gaat me goed af tegenwoordig. Ik vind het zelf zo leuk. Hartstikke mooi. Nou, vanaf goed verhaal. Lekker. Jongen, soms is het zo lastig, hè? Maar in ieder geval, andere dag, een andere plek. En hier zie je de vliegtuigen niet rijden. Je ziet de vliegtuigen niet rijden. Ze komen gewoon letterlijk over me heen gevlogen. Is dat gaaf of niet? Jongen. Ah, weet je wat het is? Als je naar YouTube gaat en je toets in... ik weet niet of jullie kunnen verstaan met de wind. Als jullie naar YouTube gaan, zo uit de wind, en je toetst in Schiphol, vliegtuigen, dan krijg je honderden vliegtuigen te zien. Of dan krijg je honderden filmpjes te zien van vliegtuigen die langs rijden en vliegen. Maar dit is toch wel het mooiste, hè? Dit is gewoon live beelden van vliegtuigen die strak over je heen komen. Fantastisch toch? Ik sta midden op de weg en kijk hoe ik sta. Gewoon even gauw. Als de politie komt, dan zie je het. Dan zijn we weer weg, hè? Ik heb de volgende al gaan. Het is hier af en aan, echt om de 2-3 minuten. Komt de volgende al gaan. Zolang de politie niet komt, blijf ik gewoon even staan. Is dat mooi? Gewoon omdat het kan. Het waait al hard, dus die dingen gaan helemaal zo heen en weer. Goed kijken. Hoe dat heen en weer gaat, joh. Door de wind. Goh, dat is mooi, hè? Door de wind, joh. Het gaat helemaal zo heen en weer. Het is toch een kunst om dat zo'n landing in te zetten. Om dat recht op de baan te houden. Het is knap, hoor. Echt vakwerk. Net als wat wij doen, is dat voor hun ook vakwerk. Komt de volgende al eraan. Zelfs 2, 3 zie ik er zelfs in de verte. Nou, het gaat hier echt achter elkaar door. Om de 2-3 minuten komt er een volgende. Landen. Kun je nagaan hoe het aan de andere kant is. Ik weet niet of je me hoort, maar hoe het aan de andere kant is. We komen er continu, zijn ze aan het landen. Dus ja, waarschijnlijk moeten we aan de andere kant verschillen. Dan kun je continu opstijgen. Fantastisch, ik kom volgende aan.
gewoon, we doen er nog eentje en dan gaan we verder, hoor. Ik zie in de verte de volgende al eraan komen, maar ik vond deze wel een mooie afsluiter. Zo, dat was al even spectaculair, hè? Ah, mooi hoor, die vliegtuigen. Het is nou de volgende dag. Zo snel kan het gaan, hè? Ik ben nu onderweg naar TSV Veenendaal, Trailer Service Veenendaal. Wat is nou het verhaal? Al lange tijd vind ik dat mijn trailer veel te veel vet afgeeft bij het smeringssysteem. En bij TSV Veenendaal vinden ze dat natuurlijk mooi. Hoe meer vet, hoe beter. En wij als chauffeurs hebben wel een beetje een hekel aan vet, dus hoe minder vet, hoe beter. Maar er is ook een middenweg. Dus een beetje een technisch verhaal. Er zit natuurlijk zo'n potje eronder, een smeersysteem. En er zit een plunje erop. Maar die plunje die konden ze niet stellen. Dan hebben ze een nieuwe plunje besteld. Poos geleden hebben ze die erop gezet, maar als ze die erop zetten, kunnen ze niet helemaal afstellen op de juiste afstelling. Dus dan moet je gewoon even gaan kijken hoe dat gaat. Dus waar voorheen zeg maar binnen 2 weken mijn potje leeg was, was nou na 2 weken was er nog helemaal niks uit. En na 3 weken ook niet, en na 4 weken ook niet. Dus toen ben ik al een paar keer langs geweest en dan gingen ze stellen, maar er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Dus nou, de vorige keer stond ik daar buiten, het was een beetje nat en koud en ze kregen hem niet helemaal aan de gang. Dus toen hebben ze gezegd, weet je wat, we halen hem eraf en dan gaan we morgen binnen, gaan we hem even op mijn gemakje maken, hem even schoon en dan gaan we hem testen. En als die dan helemaal goed is, dan staat hij zeg maar afgesteld en dan kunnen ze hem er zo weer onder zetten en dan is het weer goed. Dus zo gezegd, zo gedaan. We zijn al 2 dagen verder. Ik heb een berichtje gehad dat die getest is en goed bevonden. Dus we gaan nu naar TSV, de gaan we er even onder laten zetten. Van Laar. Hajo, 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 hajo. Kijk, er staat nog een collega binnen ook. Die zijn kraan even aan het smeren. Kijk eens wie we hier hebben. Oh nee. Ben de kraan aan het smeren. Oh nee. Kom aan. Hey Kees. Och, jezus, wat is het keuze, zeg. Maar kijk, hier zou een smeerpot moeten zitten. Die gaan we er zo meteen op zetten. Tenminste de mannen, ik mag toekijken denk ik. Kijk eens, er komt al een potje aan. Schoongemaakt en wel. Nou, schoon. Hij is gemaakt, dat is het belangrijkste. Hij doet het. Maar moet ik even helpen vasthouden zeker? Als het zo kan, ja. Heb jij eronder, hou ik hem aan deze kant vast. Is dat dan een idee? Mag je hem vastdraaien? Klinkt als een pand. Vastdraaien! Ja. Johan, even de bovenste achter. Beginnen we de duimen? De bovenste?
Deze? Ja. Johan, ja. Op mijn kist ligt een striptang. Ja, ik heb striptang en een aanbeting. Ja. Deze? Ja, die, ja. Die andere ook of wel? Die andere ook? En die andere ook, die net vast staat. Kniptang? Ja. Kniptang. Dankjewel. Ik geef het gereedschap wel even door en de monteur doet ze weg. Lekker motje. Die plunje waar ik het straks over had, dat is deze. En daarmee kunnen ze hem stellen. Meer of minder vet. En dat gaat dan door het systeem heen. Om de draaikransen van de... draaikransen te smeren. En schotel, om de schotel vet te geven daar zo. Zodat het ook lekker soepel glijdt. Maar als je te veel vet geeft, krijg ik heel veel klompen met vet daar rondom de schotel. Dat is niet fijn, dat willen wij niet. En als het goed is, hebben ze hem nou netjes afgesteld. Is hij al afgesteld? Ja. Ik hoor net dat hij netjes af is gesteld, dus... dan geeft hij precies genoeg vet voor wat hij hebben moet. Ik ga er eens onder kijken wat hij allemaal gedaan. Ik heb geen idee. Oh, hij is daar kabeltje aan elkaar aan het sluiten. Heeft hij natuurlijk losgeknipt. Oh, als monteur moet nu leeg staan ook. Gaat dat goed naar onder? Ja, super. Super. Als monteur moet nog best wel lenig zijn, hè? Of aan het onderkruipen. Hij zegt wijselijk niks. Draait zo meteen alleen even de dingetje nog erop hier op. En dan is het klaar. Kunnen we weer verder. Kijk. Plunje zit weer op. Alles is afgesteld. We kunnen weer verder. Papi. Lekker matje. Hier, ik heb wat voor je. Hey, hier staat mijn YouTube kanaal op. Mooi. Jij hoeft je van het weekend niet te vervelen. Nee, ik ga even checken. Goed? Weer een abonnee erbij. Dat is weer anders dan kaas. Ja? Johan, ben je helemaal, hij staat maximaal nu. Laten we staan en hier beginnen. Ja, goed weekend. En dan terugschroeven bedoel je? Ja. Is dat een goed idee? Dan ga je nou heel veel smeren. Ja, we hebben wel wat getest hier hoor. We hebben gewoon maximaal het smeren. En wat is wijsheid? Ja, we moeten ergens beginnen, want daar heb ik volgende keer gewoon niets meer. Jullie houden van vet? Jij niet, hè? Ik niet zo, nee. We eten wel. Er is een middenweg, hè? Ja, doe maar twee keer weer terug. Dus. Toch? Ja. Ja, er is ook een middenweg, ja. Ja. Anders blijf ik elk weekend aan het vet schrapen. Zonder. Ja, ik heb wel een cadeautje voor je. Oh, eens. Kijk eens naar wat we nou krijgen allemaal. Lekker man, voor de winter. Vet, de muts. Oh, even kijken. Hé, hey, dankjewel, hè. Een pet. Nou, dat zijn weggevertjes, denk ik, petten. Kijk eens jongens en meisjes. Mooi muts. En nog eentje. Nou, wij gaan van het winter niet koud krijgen. Wat een service bij TSV. Dankjewel, hè. Koffie. Nou, superleuk om dit zo te krijgen natuurlijk, hè. Je gaat even langs voor reparatie en je krijgt gewoon een presentje mee. Superleuk. Hey, vonden dit nou een leuke video? Like en abonneer voor meer. En ik zie jullie graag weer terug bij de volgende video. Doei. TSV. TSV, 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 holla die.